Lekker filmen, lekker gaan, lekker hatsenflats. Yo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Bradley Bavaart en als je dat niet weet, dan weet je dat. Ik ben vandaag met lieftallige... Carré Albert! En... Melanie! Van... Girls for Brothers! Ja! Okay. Samen met Carré en Melanie had ik het idee om een superleuke challenge te gaan doen. Namelijk de, ja, hoe kan je het eigenlijk noemen? Yeah. De chocolade taste test. Ik heb namelijk van Yamin heel veel verschillende smaakjes chocolade letter gekregen. Zoals met kokosvulling, met nerds en nog veel meer. Dus wat we gaan doen is, we krijgen dus zometeen om de beurt een blinddoek om. Ja. En wij voeren dan de twee met de blinddoek een stukje chocolade letter. We weten natuurlijk niet welke smaak het is. En wij moeten gaan raden welke smaak het is. En als je dat goed hebt, dan heb je een punt. Hey. En dan doen we het voor. En nu krijgen we dus allemaal 1 minuut om ze te onthouden. Oh my god. Gaan die nu in? Die gaan nu in. Nou, dan beginnen jullie. Jullie mogen beginnen. Doe dat ding op. Moeten we dat ding op? Ja. Zijn jullie klaar voor? Helemaal. Dat is warmer. Dat is zo raar. Pak deze. Oké, mond open. Mond open. Wacht nou. Dat is een kwelker. Nee, dat is stroopwafel. Ja, stroopwafel toch? Ja, denk je het? Oké, okay. Doe je het ding maar af. Dit voelt ook wel. Met kokos. Ik proef nu wel kokos. Ik vind kokos niet eens lekker, maar dit vind ik echt lekker. Echt? Ja. Maar het smaakt ook iets van. Het smaakt totaal niet naar kokos. Het zit kokosvulling in. Zit er niet karamel bij? Oh, nu wel een heel klein beetje. Brody, je ruikt zo erg kokos. Ik ruik ook kokos. Hier, zo. Zo, nu ik het proef, is het kokos. Maar... Ja. Lekker. Nou, dit mag jij. Oké. Okay. Oh, shit. Oh, mijn god, nu mag ik er één kiezen. It's a hard knock life. For us. Oh, we hebben de bellen! Lisa! Mevrouw Koolster? Ja? Doe eens een keer rustig aan dan. Hallo? Hallo? Ik kan even zwaaien in de camera. Ja. Ik zie er niet uit, maar... Oh ja, jij was. Oké. Oh, ik ben volgens mij ook alle soorten alweer vergeten. Oké, mond open. Mond open, man. Oké, welke weet welke het is? Weet je niet al? Twijfel ik. Nee, ik ben... Is het niet spicy puur? Iets van dark spice of zo heet die. Ik weet het, ik ben alles kwijt. Oh, mijn god, hij zegt heet. Heet. Hij zegt heet. Ik heb echt niks van heet. Zo. Je lul. Ik weet het niet. Dark spicy. Jij zegt dark spicy? Ja. Melk? Het is met melk. No shit. Zeezout? Jij gaat voor de zeezout? Ja, ik ga, maar ik weet het niet. Brandy heeft sowieso een punt. Oh, is wel een punt. Ja, die. En Mel had een stukje voor deze. Wat is dat? Dat is chocolade met cookie. Ik heb deze. Helemaal geen cookie geproefd. Er zat echt cookie in. Het was de puzzel. Oh, dan ben ik wel echt benieuwd hoe. Is die echt heet? Ja, joh. Er zit een heel klein stukje hier. Probeer hem. Halleluja. Oh ja. Is heet, hè? Ja, ik ben wel heet. Sorry. Mijn tong gaat branden. Nou, nee. Ja, ik heb een punt. Oh my god. Even onze paletten even schoonspoelen. Oké, okay, mijn beurt. Even kijken. Kom maar even door. Even kijken, ready? Ja. Put it in. Oké. Put it in. Eén voor jou en één voor u. Oké, weet je hem al. Weet je het al? Maar ik denk dat het stroopwafel is. Nee. Stroopwafel? Ja. Oh, ik weet niet meer wat de andere opties zijn. Ja. Verdomme. Oh. Chocola met cookie was er toch? Okay. Chocola met... Bradley heeft. Ja! Het is wel dat wel. Kijk. Nou ja, doe. Maar je proeft ook echt. En ik vond jou nog wel het stuk met waar nog wel karamel, een soort van stroop. Oude man. Jij hebt nog echt een klein stukje. Oude man. Ja. Ik heb nog helemaal geen punt. Ja, gaat maar. Lekker, jij hebt 2 punten. Men en ik hebben allebei nog geen punt. Nee. Shit. Hij is stiekem voor alles al geproefd. Ja, oh hier. Oké. Okay. Misselijk. Nu al. Ja. En we moeten nog wat. Ja, ik ga deze doen. Hij gaat deze doen. Ik ga deze doen. En nu deze. Mond open. Mond open. Oh, dit is met knetters. Chocolade knetter. Oh. Ah, goeie. Ja, knetter. Goeie. Chocolade knetter. Ik ben eerder. Ja, hallo. Ik ga hoog op, weet je. Het is inderdaad knetter chocola. Yeah. Maar hij is niet zo intense knetter. Nee. Oh, nee. Oh, nu ik wow, het gaat echt heavy hoor, nu. Jongens, hoe jullie dit? Ja, wel. ASMR. ik ben nu toch? Ja. Dan gaan we weer. Nou, ik ben. Pak. Je zegt het wel schattig. Nou. Oh. Oh, oké, wel. Eww. Wow.
Ik hou hier niet van. Dit is die bubbel op doen, toch? Vermis. Dit is anders. Mijn smaakpapillen zijn gewoon helemaal verstreken. Wow. Oh. Ik weet het. Maak explosie. Moet ik, hè? Hulde. Oké, ik denk nerds. Ja. En Bradley heeft het goed! Hey. Want hij staat van nerds. Ik heb volgens mij nog nooit nerds gegeven. Ik ook niet. Nu wel. Nu wel. Oké. Heilig, heilig. 3, 1, 1. Zo, goed bezig. Mijn beurt. Ja. Oké, kijk maar. Maar er zitten ook heel veel bij die echt op elkaar lijken. Met chocolate fudge en puur chocolate melk zit er nog in. En dan weet je niet. Oké, het is goed geopend. Ah, het is zo raar om wat in je mond te krijgen. Oh, wat zit nou weer? Oh, wat is dit? Is het chocolate fudge? Of cookie? I don't know. Oké, ik denk dat het chocolate fudge is. Ik ben het blijven. Het is, jongens. Cookie! Oh, wat er nog. Lisa? Kan je ons helpen? Jij moet er een van ons kiezen. Is het de final? Ja, de finale. Als je dit raadt, krijg je 3 punten. Bam! Bam! Dan kan je nog winnen. Kan ik dan nog winnen? Dan kan je nog winnen. Dan kan je winnen. Doe het me lekker moeilijk. Haal er maar 3 verschillende uit, want dan hebben we niet allemaal dezelfde. Want als de een al zegt, ja, dit is van dubbelkom, dan kan die zeggen, oh ja, dat is zo. Oh, ja. Ja. Dat is lekker over mijn nek gaan. Hey, ik heb gewoon nog een chocolade hier gekocht, omdat ik was vergeten. Mel. Nou, ja, ik heb voor iedereen een groot stuk hoor. Sorry, ik krijg die kleiner. Ja, okay. Yay! Dat was je enige kiesje. Oh, ik weet alweer welke deze is. Volgens mij wel. Ik weet welke mijn is. Ja? Ik weet die mijn allemaal. Oké, mijn carré. Die van mij is die kokos. Fout. Haast en puur. Nou. En dus voor mij is die hete, die hot spicy ding. Ja, mijn ook nerds. Ja. Is het goed of niet? Nee. Oh, dan heb jij gewonnen. Dan ben jij gewonnen. Yay! We hebben er nog 1 in gehad. Ja, die bubbelgum. Die bubbelgum. Ja, die. En dan kan allemaal wit fudge. Blauw. Heel flink blauw. Die geur. Oh, eww, nee, dit is echt zo. Dit is echt niet goed hoor. Het was wel lekker. Ik neem echt een heel erg willen. Een blauw tong. Ja! Nee, dit is lekker. Nee. Dan moet je nagaan dat er dus 250 verschillende smaken zijn. Oh mijn god. Ik vond die stroopwafel wat lekkers. Ja, die is ook lekker. Ja. En deze. En knettersuiker. Ja, die vond ik ook wel leuk. Nou, hartstikke bedankt voor het kijken van deze video. Laat even weten in de reacties welke van deze smaken nou jij nou wilt proeven. Of welke smaak... Oh, maar kan mijn stem praten een beetje anders. En abonneer natuurlijk even op Girls Real Problems. Yes. En op lieve Carré Albers. Yeah. Dan zeg ik... Duim omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan zeg ik tot de volgende keer. Doei!